Ja, ik ben blij voor hem. Als hij me over 2 jaartjes meeneemt. Wat goed is van de ploeg, hè, wederom, hè, de spirit die erin zit, hè, de veerkracht die erin zit, de energie die erin zit. En uiteindelijk de overwinning binnenhalen. En ja, dat moet ik mijn ploeg voor complimenteren, dat hebben ze knap gedaan. En ja, we kunnen weer eentje wegstrepen. De overwinning is binnen en we richten ons nu op Zwolle. We moeten natuurlijk de geloof erin houden. En dat deden we. Ik kreeg een goede bal van Nico. Een kopkans. En toen geloofde ik wel erin dat ik de eentje zou maken. Of iemand anders. Desalniettemin vind ik dat we beter moeten voetballen. Zeker over de rechterkant. In de eerste helft. De veldbezetting was daar zeker niet goed. Maar over de linkerkant. Hebben wij zeker wel goed gevoetbald. En zeker met een uitblinkende Kenneth Telen. En die heeft daar een hele goede rol gespeeld. Hij speelde een hele goede wedstrijd. Ja, vond ik ook. Goede vriend van me. Dus ik ben blij voor hem. In ieder geval een paar jaartjes gaan jullie terug. Ik denk 12 jaartjes zo. Dus, en als we samen hier in Ajax 1 kunnen staan, kunnen we zeker trots op elkaar zijn. Nervies. Ja, dat is mijn broertje. Je broertje? Dat is mijn witte broertje. Je witte broertje. Ja. En ik wil nog even opmerken, buiten Kenneth Telen was ook Jurjen Timber. Die speelde ook een uitstekende wedstrijd. Dus het zijn niet. Ja, Maarten Stekelenburg speelde ook een uitstekende wedstrijd. Ga je kijken zo met PSV in de bus? In de bus? Als het in de bus komt, ga ik wel kijken. Maar als ik thuis zit, ga ik niet kijken. Dan ga je niet kijken? Nee, ik kijk wel op live scoren. Ja. Waarom niet? Ik heb geen zin. Ik heb andere dingen te doen, denk ik. Geen supporter voor PSV? Nee, zeker niet. Wat vind je ervan dat Ten Hag naar Union gaat trouwens? Ik ben heel blij voor hem. Het is een hele goede stap. Hij verdient het ook echt. Wat hij allemaal heeft gepresteerd bij Ajax. Dus ja, ik ben blij voor hem. Als hij me over 2 jaartjes meeneemt. Nee, grapje. Oh nee, ik ben heel blij mee. Laat dat duidelijk zijn. Daarom heb ik de keuze ook gemaakt. Maar verder, dat komt allemaal in de zomer wel. En hoe fijn is het dat het nu echt out in the open is, dat je naar United gaat? Nou, het is duidelijk. Hè? Duidelijkheid voor iedereen, voor alle partijen. En zo snel dat kon, hebben we dat ook gedaan. En de partijen die erbij betrokken waren, toen ze allemaal overeenstemming hadden, toen hebben we dat naar buiten gebracht. En wat ga je het meest missen van Amsterdam? Nou, ik denk nog niet aan wat ik ga missen. Ik denk alleen nog maar aan hoe mooi het is en met hoeveel plezier ik elke dag naar de club rijd, omdat ik gewoon in een hele fijne wijkomgeving zit met mijn staf en met mijn spelers. En ja, dat geeft ontzettend veel voldoening.